Omroep Peelrand TV, de nieuwscentrum voor Gemeente Geemmer Bakel en Laarbeek. Politiek aan het woord, Wim van der Burgt. Welkom bij Omroep Peelrand. En uh, we gaan vandaag beginnen met een nieuw programma, Politiek aan het woord. En onze eerste gast, onze burgemeester Frank van der Meijden. Frank, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. <clears throat> ja, we hebben een aantal onderwerpen waar we het over kunnen hebben. Maar ik wil eigenlijk graag beginnen met uh, de onlangs gehouden verkiezingen. Ja. Um, goede opkomst? Ja, die was teleurstellend, hè? overal in het land, ook in Laarbeek. Uh, we hebben daar toch wel hard aan gewerkt om uh, mensen ja, om bewustwording te creëren hoe belangrijk dat, dat is. En ik moet vaststellen dat we er nog harder aan moeten werken samen. Hm. Zullen we ook doen? Ja, het is altijd jammer als, ja. uh, als mensen niet lokaal komen stemmen. En, uh, de kloof tussen politiek en bestuur willen we echt wel uh, dichten. Het kost en en energie, dat is niet erg. Ja. Uh, maar we hopen wel dat uh, ja, we moeten blijven insteken op een hogere opkomst uh, dan ja. die we nu hebben gehad. Vier jaar geleden hadden we 55%, nu, nu onder de 50%. En dat is voor de, de Ladebeekse Maatstaf te weinig. Ja, oké. Okay. Maar heb je enig idee hoe dat komt dan? Ja, dat, dat, is, dat ligt aan heel veel zaken. Er is niet één aanwijsbaar iets natuurlijk. Uh, politiek staat, staat helaas steeds verder af van het bestuur. Je ziet dat die tendens zie ook landelijk, zie je ook lokaal. En uh, laat ik vaststellen dat uh, het bestuur er alles aan doet met mij, uh, met ons, uh, om die kloof te dichten. En dat ons karwei nog niet af is. Nee. En wat gaan we gaan doen? Nou, uh, in elk geval uitleggen dat democratie iets is, iets is waar we trots op moeten zijn in dit land. Uh, soms zijn we er een beetje aan gewoon. En als er een crisis is, zoals nu in Oekraïne, dan merk je hoe broos democratie ook kan zijn. En hoe ja. belangrijk het is om je stem te laten horen. Dus uitleggen is één. Uh, de politiek lokaal kan er ook veel aan doen hè? door de goede dingen te doen voor de gemeenschap. En vooral op inhoud met elkaar besluiten te nemen en te discussiëren. En ik vind dat we dat de laatste jaren goed hebben gedaan, oprecht. Dus bewustwording van, van omgeving is belangrijk, uh, inwoners heel veel betrekken. Uh, wij zijn veel en vaak in de gemeenschap, eigenlijk continu. Uh, de wethouders, ik altijd. Dus dan wil je ook mensen aanspreken. Ook inhoud en vorm geven aan dat, dat ambt en dus ook verlengstuk aan, aan de raad en noem maar op. En dat zullen we blijven doen. Dus ik ben niet pessimistisch, maar uh, er is permanent wel werk aan de winkel. Ja, ja. Overal dat... trouwens, niet alleen in Laardbeek. Nee, natuurlijk. Maar daar zien we dan ook landelijk ja. wel. Maar zou het ook belangrijk zijn dat bijvoorbeeld uh, de raadsleden zich meer zouden uh, bewegen tussen de gemeenschappen? Uh, alles, alles is gewenst. Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers. We hebben er 19. We werken keihard, moet ik erbij zeggen. Er wordt veel van gevraagd van raadsleden. We moeten veel stukken lezen, veel vergaderen. Maar er zijn ook volksvertegenwoordigers. We ja. moeten in het gemeentehuis kader stellen. En moeten het volk uh, representeren. Dus ook in de gemeenschap zijn. moeten we allemaal samen doen. En, en alles helpt daarin. Ja. Dus uh, vol over vier jaar hopen ja. dat er meer mensen komen stemmen. Ja. Ja, overal. Uh, ja. Maar dat geldt voor alle verkiezingen, lokaal, ja. uh, nationaal, waterschap, provincie. Uh, de betrokkenheid bij mensen bij het bestuur uh, ja, mag wat hoger. En uh, nou ja, goed, we moeten daar echt met z'n allen aan werken. Allemaal. Ja. Dat, 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 dat vraagt ook van mensen wat meer. Ja. Hè? Dat vraagt niet alleen van bestuurders wat, maar ook van mensen. Nou, dus op, ja. op zich zou de, zou de gemeenschap meer geïnteresseerd moeten zijn in het welzijn van het dorp. Nou, ik, dorp, ik, ik, ik denk dat de gemeenschap ontzettend geïnteresseerd is. Hè. We hebben een bloeiende gemeenschap. Ik, ja, ja. Onze dynamiek uh, is geweldig in, in al onze vierde kern. Laat dat ook gezegd. Hè, want mensen doen daar echt wel uh, ja, voor elkaar de juiste dingen. Ben ik van overtuigd. Het laatste stukje is dat je je stem laat horen één keer ja, in vier jaar voor ja. het lokale bestuur. En, je, je, er is ook een theorie die zegt: Goh, als mensen niet komen stemmen, zijn ze klaar. Blijkbaar heel tevreden. Dat zou dat, kunnen. Dat zou kunnen, maar is denk ik wat. Ja, ik hoop toch dat, uh, dat die betrokkenheid, die tevredenheid zich ook manifesteert in dat kruisje, ongeacht waar mensen op stemmen, maar dat ze wel in die stembus komen. Ja. Dat is wel van belang. Ja. Echt van belang. Ja, mooi. En dan uh, zijn we nou zover we een nieuw college hebben. Ja, ja. Ja, Ho hoe werkt dat nou precies? Nou, dat college is gevormd. Hè. Er is iemand die het bestuur. De, de politiek heeft gezegd. we gaan eens kijken wie met wie na die verkiezingen met elkaar kan besturen. Er is een eh, formateur aangesteld van buiten, iemand die dat proces begeleidt. Uh, die doet dat niet alleen, die doet dat met op de achtergrond. De grief de gemeentesecretaris en ik worden geïnformeerd over het proces. En dat is goed verlopen, dat is snel verlopen. De politiek heeft zich snel uh, uh, gevonden, zeg maar, in het feit dat. De grootste drie partijen, de ABL, de werkgroep en de PNL, uh, zich nu committeren aan het bestuursakkoord. De drie andere partijen hebben ook constructief meegedaan. Die hebben ook nadrukkelijk meegedacht. En wat er nu ligt is een akkoord. En uh, daar gaan we mee aan de slag. En we hebben drie wethouders, die zijn geïnstalleerd vorige week. En uh, met het stevige elan, met een stevige portie ambitie en een mooie drive zijn we gestart. Nou ja, ja. Portefeuille verdeeld? Ja, portefeuille is verdeeld. Wie heeft welke? Ja, op, op hoofdlijn uh, is, is het zo dat uh, zeg maar de wethouder Slaats manifesteert zich heel erg nog in accommodatie WMO ouder op hoofdlijnen. Zit met name ook heel erg op de zorg, maar ook op het groen. Uh, uh, wethouder Briels, die er ook al wat langer zit, die, uh, die zit ook uh, op het onderwijs, zit op een stukje zorg, reintegratie, sensor, dat, dat werkbedrijf. Ja. Maar er zit nu ook op financiën. Dat is ook nieuw uh, voor Wethouder oh ja. Briels. En dat is goed, denk ik, dat je daarin switcht. Overigens, uh, Wethouder Slaats heeft uh, ook nog wat grondzaken gekregen. Dat is echt herverdeeld. En de, nieuwe, de nieuwste Wethouder van de Bergmortel zit heel erg op het ruimtelijk ordeningdeel. Dus je gaat dan over het, het wonen, het, het bouwen. Uh, ja, goed. En, en, en die verdeling is goed verlopen. Hmm. En de burgemeester heeft per definitie de portefeuille openbare orde en veiligheid. Gemeenschappelijke regelingen. En ik ga ook nog iets doen in mobiliteit, regionale mobiliteit. Oké, okay, ja. mooi. En dan hebben we twee oudgedienden, als ik het zo mag zeggen: ja. Wethouder Brils ja. en ja. Wethouder Slaats. En dan van de Bergmortel, net ja. 26. Um, wel knap dat je doet. Uh, absoluut. Je moet het maar doen. We zijn allemaal ooit begonnen, zeg ik er maar bij. Dus uh, Ron van den Bergmodel heeft natuurlijk al vier jaar uh, raadservaring. Heeft een goede studie die daarbij past. En uh, nou, het, is, ik, het, is heel mooi, het is een hele mooie mix van zeg maar, uh, jeugdig elan ja. en senioriteit die je nodig hebt in het bestuur. Dus dat geeft echt wel vertrouwen dat we hier uh, iets moois nou ja. terug doen de komende jaren. Maar, zomaar een vraagje voor mij ja. niet te binnenschieten, hè, 26 jaar... Ik uh, vind het perfect dat je het doet, hè? Buiten, met heel veel respect zeg ik dit. Hè? Ja. Maar uh, een beetje, ja, hoe moet ik het noemen? Uh, uh, met mensen die de klappen van de zweep kennen. Hè? Dus die al jaren meegaan, die dus uh, best wel weten wat er aan de hand is. Ja, um, ik, ja ik, heb er, ik heb er geen moeite mee dat je het doet, maar... Ik, ik heb dan een gevoel van dat je nog veel moet leren, denk ik. Ja, maar dat is niet erg. Dat is niet erg. We, we leren allemaal veel. Hè. Constant leer je in dit openbaar bestuur. En dat geldt uh, voor heel veel mensen natuurlijk permanent in een werksituatie. Tenminste, dat hoop ik. Dat gun ik mensen dat ze blijven leren. Dat geldt ook voor ons. Uh, Ron van den Bergmodel is jong, hij is ambitieus, uh, heeft een goed fundament uh, raadservaring, goede opleiding. Ja goed, en dus dat, 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 uh, dat senioren, uh, dat, dat komt wel. Ja. Dat is niet erg. En, 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 en kijk, een college is een uh, collegiaal bestuur. Wij staan daar samen. Dus de drie wethouders en mijn persoontje vormen het college met de gemeentesecretaris die ons ondersteunt. En collegiaal bestuur is samen uit en samen thuis. En dat is ontzettend belangrijk. Ja. Zo hebben we ook hier altijd bestuurd. Tenminste, ja. uh, sinds ik hier mag zijn. Ja. Uh, ik, ik spreek nu voor mezelf. Zo is het bestuurd. En collega collegiaal bestuur wil ook zeggen dat je elkaar aanvult, dat je elkaar helpt, dat je elkaar soms compenseert, dat je elkaar begeleidt en ondersteunt. Ja. En daar geloof ik heilig in. Ja. En of je dan jong of oud bent, dat klopt. Iedereen heeft daarin zijn eigen kwaliteiten en competenties. En samen maken we daar iets moois van. Ja. Ben ik van overtuigd? Dus ik, ik geloof in, in de mix, ik geloof in de mensen en ik geloof in het vertrouwen wat deze coalitie uitstraalt. En ik geloof ook in de kritische nood van de oppositie. We ja. hebben drie oppositiepartijen, we hebben nu al commissievergaderingen gehad. En uh, die oppositiepartijen zitten, zitten er goed in. Die zitten er constructief in. En zolang je met elkaar in, in, in die positieve constructen kunt blijven. en uh, dat je de relatie respecteert. kom je er altijd uit, Sarah. Ja, ben ja, ik van overtuigd. Ja. En dat is het vertrouwen wat we rond het moeten geven. Ja, ja, natuurlijk. Want ja. zonder vertrouwen ja. kom je nergens. Hè? Hey, en dan, uh, Frank, even zes jaar terug ben jij, uh, zat je thuis te wachten op een telefoontje, denk ik. Ja. Ik, ik word het niet. Uh, <laughs> heb ik jou eens horen vertellen? Ooit oh, ja. tegen jouw ja, vrouw: ik word ja. het niet. En ja. dan uh, ja. komt toch hij uh, verlos een telefoontje uh, in één keer. Ja, dat is heel bijzonder, want dat is toevallig uh, zes jaar geleden, ja. op, op, een dag na zes jaar geleden. En toen was het mij, en ik ben in juni hier vervolgens uh, beëdigd en geïnstalleerd als burgemeester. Ja. En uh, het termijn die loopt nu af. Ja. En de raad heeft uh, een voorkeur uitgesproken om mij hier nog een periode te gunnen. Vind ik fijn, want ik blijf graag. Goed naar mijn zin. En in juni wordt dat met een beëdiging opnieuw bevestigd. Ja, ja. ja. Beëdiging wil zeggen. Ja. Alle, alle grote mensen hebben daar handtekening handtekeningen gezet en ja. goedgekeurd. gekeurd. Ja, en, maar dan is het ook, ook opnieuw weer een installatie. Dat ja. is deze keer niet in het gemeentehuis, maar dat is deze keer in het provinciehuis. Bij de commissaris van de provincie. Oh, oké. Okay. Ja. Dat is wel heel apart. Hè? Ja. Nee, hè? Dus, dat is meestal <clears throat> wel zo hoor. Bij het, en dat is 27 ja. juni, heb ja. ik begrepen. Ja. Dus op een maandag. Dan mag ik opnieuw weer uh, ja. tonen dat ik hier uh, heel graag wil blijven. Even een volgende vlucht. Zes ja. jaar terug naar nu. Even snel, als er allemaal gebeurt. ik zou bijna zeggen hoeveel tijd hebben we. Ja. Nou, wat Wij, ik ben met Lisette, mijn vrouw, hier vanaf de dag één ontzettend goed geland. In een, in een hele mooie gemeenschap. Een prachtige gemeenschap. Vier mooie kernen, veel dynamiek. En die hebben ons, ja, toch, toch een warm nest bezorgd. Uh, dat is de burgervaderrol. En dat is heel fijn geweest. Neemt niet weg dat de opdracht waar we voor stonden zes jaar geleden anders is dan nu. Toen hadden we nog wat. Toen ja. vond niet iedereen elkaar even aardig, zes jaar geleden in, in, in raad en, en college minder mate. Dus we hebben daar wel uh, hard aan gewerkt samen. En ik specifiek uh, heb daar een rol in gehad als voorzitter van raad en college. Dat hebben we allemaal samen gedaan. We zijn nu zes jaar verder en ik, ik, ik krijg over het algemeen met, met goed gevoel terug. En specifiek hebben we, heb ik dan in mijn portefeuille de, het, het veiligheidsdomein, zeg maar, uh, een, een, een nieuw fundament gegeven. Ja. En dat heeft best wel kruim gekost, heeft veel energie en tijd gekost. Uh, dat heeft veel moeite gekost, maar dat is niet erg. En in essentie staat dat fundament nu wel, het veiligheidsdomein. Mm. En uh, de bedoeling daarvan is dat wij in de gemeenschap beschermen tegen mensen die wet en regels overtreden. Ja, Meer is het niet. Nou, dat, dat is in een nutshell nou, redelijk goed gegaan. Maar dat heeft veel inspanning gekost. Ja, dat is niet erg. En dat ja. staat nu, en over het algemeen, ja, ja Laarbeek staat, uh, staat, staat er goed voor. Politiek is, is vooral bezig met inhoud. Fundament is goed, financieel fundament is goed, vind ik oprecht. En we doen hartstikke goed mee in de regio, dat is ook een van mijn taken ja, geweest. Ja, ja, ja. Om in de regio allerlei dingen aan elkaar te knopen, om het Larabekse belang daar goed neer te leggen. Ja, dat, 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 daar zit een goede drive in, ja. oprecht. En ja. dat voelt gewoon hartstikke goed. Ja, mooi hè. En we staan voor nieuwe uitdagingen, en die pakken we ook weer. Ja, net. Dus ja. de toekomst, hè? We zien wel wat er gebeurt. Ja. Ik vind het wel erg mooi dat jij zegt... ik ben hier uh, opgevangen eigenlijk in een, in een dynamieke samenleving. Ja. ja. Uh, ja. En nu, hè, want nu dynamiek, daar blijft natuurlijk heel belangrijk. Hè. Ja, ja die, 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 we hebben even, even een dipje gehad met de coronaperiode. Ja. En de dynamiek nu die komt weer helemaal terug. Uh, zoals wij gewend zijn in Laarbeek... met heel veel sociaal-maatschappelijke activiteiten. Clubs, verenigingen, gildes... We, alle sportverenigingen, kerk, van alles, iedereen heeft daar een rol in en die neemt die rol. En het mooie is dat we nu dus 25 jaar bestaan. We hebben vorig jaar een, een subsidieprogramma bedacht voor iedereen die daar iets mee wil gaan doen. Ja, en dat, dat, is, dat, 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 dat is fantastisch. Dat, die, die, die pot is al lang leeg. En, en hebben we aangevuld, is weer leeg, omdat iedereen en van alles eh, toch weer van alles wil gaan organiseren. Ja, ja en daar word je warm van. Dat ja. is fantastisch. Ja. Mensen om ons heen organiseren ja. dit. Ja, clubs, verenigingen. Je kunt het, iedereen doen mee. Ja. Van echt van 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 voetbal tot tot gilde, tot harmonie, tot visvereniging en dat is we hebben ontzettend veel aanvragen gekregen. Ja. voor 25 jaar Laarbeek. iets te mogen doen in het kader van 25 jaar Laderbeek. Dus Mooi, hè? Fantastisch, je wordt ja. daar heel blij van. Ja, dat neem ik ja. direct aan. Ja. Toch hè? want als je ja. ziet dat mensen om ons heen van alles ja. doen en organiseren ja. Ja. om... En, en wij doen al, wij doen, we hebben een heel jaar lang uitgetrokken. We hebben, als, als wij als gemeente ook, een aantal meetmomentjes. Uh, in het begin, nieuwjaar, uh, we hebben voor personeel, we hebben een open dag. Einde van het jaar hopen we een groot concert te geven, ook weer met de clubs en verenigingen. En daartussendoor doen al die verenigingen van alles. Ja, nogmaals, dat, 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 dat typeert ook Laarbeek, de dynamiek die we hebben in onze mooie kernen. Ja, ja dat is, dat is een, een waar genot om dat te mogen ondersteunen. Mooi, hè? Ja, hartstikke mooi. Oké, ja. mooi. En dan 25 jaar Laarbeek. Ja. <coughs> Kunnen we nou, uh, uh, ik wil niet zeggen 25 jaar vooruitkijken, want dat is een hele tijd natuurlijk, hè, dat we 50 jaar feest hebben. Hè? Maar de komende zes jaar bijvoorbeeld... Uh... Uh, nou ja, goed. Uh, ook een cliché, we staan voor grote uitdagingen, dus niet erg. Zoals. Uh, nou, de, vooral het, 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 de, woon, de woonopdracht en de mobiliteitsopdracht is, is, is groot in de regio, dus ook in Laarbeek. Mm. Daar wordt keihard aan gewerkt. Uh, we komen momenteel in de regio ook handen en voeten tekort om bij te benen in, 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 in de bouw van woningen, in de huizenmarkt. Die, 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 dat is echt wel, wel, een, wel een knelpunt mm. en da, daar moeten we echt aan gaan pakken. En dat gaan we ook aanpakken, dat doen we in de regio. Mobiliteit is ook zo'n ding. Hè? Ja. Dus we hebben een geweldige mobiliteitsopgave, ik hoef de Beekse Brug of de n 2 ja, 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 te nee, noemen nee. en dan weet ja. u wat ik bedoel. Ja. Maar daarbij, we zitten op duurzaamheid, we zitten op zorg, uh, dat fundament is heel erg sterk in Laarbeek. Met, met goede stukken, goede mensen die het snappen, maar daar moet permanent aan gewerkt worden. Ja. Dus dat is een continu programma. En uh, je kunt moeilijk voorspellen waar we over uh, zes jaar staan of over tien jaar, al helemaal niet over 25 jaar. We hadden de coronacrisis niet voorspeld. Daar hebben we de hand aan vol gehad. Ja. We hebben daar een crisisteam voor nodig gehad. En dat is goed verlopen. En toen dat over was, kregen we de Oekraïne-crisis. Juist. Dus, dus die, het want, lijkt alsof dat, die, die, die crisissen elkaar opvolgen. Ja. Maar we noemen alles wel snel crisis, zeg ik erbij. Ja. Wij anticiperen op alles wat nodig is voor de gemeenschap. Nou ja, want mensen uit Oekraïne moeten we opvangen. Hè? Dat doen we. we hebben we plek ja. genoeg. Nooit, maar we doen het goed. Laarbeek doet het goed. We hebben ook meteen gereageerd met het crisis-team. We hebben ook meteen met Klooster en alle andere partners ons opengesteld. Dus dat loopt goed. Ja, we doen wat we kunnen en ja. dat doen we goed. Ja, oprecht. Ja. Mooi. Ja. Heb, je, heb je nog wensen voor de to korte toekomst? Nee, nee we, we zijn net begonnen met een nieuw college, een nieuw akkoord. En de wens is dat we uh, met elkaar proberen om de, de, de juiste dingen te doen voor Laarbeek. Ja. De dynamiek in de samenleving te houden. Ook en oor voor elkaar. Let op, mensen betrekken bij wat we doen. Heel veel meer, uh, dat, dat zijn de grootste doelen die we hebben. En dan, uh, ja, dan moet er op tijd, ik noem dat altijd lucht in het leven. Uh, we, we vergaderen heel veel, we overleggen veel, we doen van alles. En daar hoort lucht in het leven bij. En lucht in het leven wil zeggen dat je ook, ook ja, de plussen in het leven moet kunnen ja, vieren. Ja. Met de programma's die we hebben, met 25 jaar Naderbeek. Met, ja, ook, het moet ook leuk zijn en fijn zijn met elkaar. Ja. Dat vooral. Mooi. Leuk eigenlijk, hè? Best wel, hè? Zo'n eerste programma. Ik moet zeggen, ik zit, uh, ik zit echt uh, met aandacht te luisteren naar uh, alles datgene wat jij zegt. Nou, dat is fijn, want, want ik, 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 uh, ik, ik vertel het graag, uh, ja. maar ook oprecht. Uh, ja, goed, ik, ik vind ook echt. Uh, ja, de omroep hier heeft nu ook nieuw land gekregen. Ja. Je zou bijna zeggen dat past ook bij wat, wat we doen, maar dat heeft een wat, wat moeilijkere geschiedenis. Maakt ook niet uit verder. Mm -hmm. Maar uh, ja, we staan met elkaar voor grote opdrachten en voor grote uitgaven. En wat ik ook vaststel dat er in de samenleving, naar de politiek, dat zie je ook vaak op TV, uh, Tweede Kamer, praatprogramma's, zit er veel. Ongenoeg, ongemak, soms wat, wat verzuring. Dat is hartstikke jammer. Ja. Ik begrijp dat, uh, dat is hartstikke jammer, maar ik zeg ook altijd: hou de politiek dicht bij jezelf. En bij jezelf wil zeggen ja. dat dit bij jezelf is. En in die samenleving ga gewoon daar de dialoog aan. Ja. Daar geloof ik in. En ik, in algemene zin, en dat meen ik echt: in, die, in, die, in, die, in, de, in de politiek, ook in Laarbeek, onze wethouders, onze raadsleden, die werken keihard. Ik zeg niet dat ze alles goed doen. Ik doe ook niet alles goed. Dat hoeft ook niet. Maar er wordt keihard kei gewerkt. En we zijn ontvankelijk voor wat we niet goed doen. Dat meen ik echt. Ja. En daar mogen mensen ons op aanspreken. En ze mogen daarvoor mailen en ze mogen me bellen, appen en, en de wethouders ook. Dat maakt niet uit. Maar we doen het wel samen. En dat samen gaan zie ik uh, een prettige dynamiek ontstaan. Ja, en en ja, we proberen uh, 23.000 heren en dames te dienen in Laarbeek. Ja. En ja. Dat lukt meestal wel, maar niet altijd. Nee. En dat, met open vizier zeg ik dat. Ja, ja. En dat maakt besturen ja. uh, wel mooi en soms pittig, en ja. soms heel complex, maar in de regel wel dankbaar. Ja. Ja. Frank, het zit erop. Het is dus, uh, kort maar krachtig om te beginnen. Uh, en ik zeg heel mooi, Frank, maar dan mag wel denken, toch, hè? meneer Van der Meijden? Ja. Ja, ja, nou ja. Ik zeg ook als... Als we jou mogen bellen, dan mogen wij van Iedereen mag mij bellen. En, en mensen weten, uh, die kunnen zelf inschatten wanneer ze mij toetwaaien of niet. Ja. Daar ben ik van overtuigd. Oké. Okay. Nou, mooi. Nou, dan ga ik jou uh, hartelijk bedanken. Zo moet ik het eigenlijk netjes zeggen. Uh, voor dit eerste gesprek, de eerste opname van Omroep Peelrand. Um, een mooi nieuw politiek uh, programma ja. wat we wekelijks uh, uit gaan zenden. Ja. Ik ben blij dat jij mijn eerste gast... Uh, Bent. En hopelijk niet mijn laatste. Nee. <laughs> en, het... en we komen elkaar nou wel eens tegen. Uh, ook hier denk ik. Ja, ja. Nou, Dankjewel. En uh, succes met. Uh, ja. Ah, met de beschikking natuurlijk. Hè, want het is een dag apart. Ja. ja. Toch? En, uh, en met een nieuw pak aan, uh, zoals je nee. straks zei. Uh, <laughs> <laughs> en. Uh, nou, nog één, één klein vraagje. heb een telefoonnummer telefoon in Ja. 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 Uh, ja. ja. Hebt, ik heb. Nou, ik, de ik, moet bekennen. ik moet bekennen. Uh, uh, ik had uh, de, de, die, met die Nokia en zijn nieuwe iPhone is er ook iets tussen ons misgegaan, moet ik zeggen. Ja, hoor. Ja, dus okay. ja, goed. Succes met het programma. Dank je wel. Dat is een aftrap van, ik hoop, een mooie uh, politieke uh, bijdrage bij, bij de vernieuwde omroep. Ik hoop ja. dat, uh, dat jullie uh, hier ook uh, ja, goed de handen voor op elkaar krijgen. En succes met wat je gaat doen. En uh, ook, ook dat hoort bij de politiek, dat ze toch zich hier manifesteren. Ja. Dus dat geldt voor mijn Mooi. collega's en dat komt vast goed. Ja. Nou, ze zijn in ieder geval van harte welkom. Ja. Nou, u ja. bedankt voor het kijken en uh, graag tot de volgende keer. Tot ja. ziens. Hoi. Omroep Peelran TV. De nieuwscentrum voor Gemeente Geenbert Bakel en Laarbeek. Politiek aan het woord.